staan voor een licht. Ja, een rood licht. En nee, het is geen groen licht. Ja, nou. En waar ik weer op zit, is gewoon weer lekker bigo. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stammer van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stammer van de Werf. Hey, hoe toevallig weer. Gezellig. Het is vandaag zaterdag 21 november 2020. Ja, het gaat hard. Nog even, we zitten in december, nog 20 dagen. Dan zijn we 2 jaar getrouwd. Jee, joepie. Gaat hard. Hey. Maar oké, dat terzijde. We zijn dus onderweg al een hele tijd. En we nemen jullie gewoon weer even gezellig mee. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. We staan voor een licht. Ja, een rood licht. En nee, het is geen groen licht. In Duitsland noemen we dat rood licht. Ja. En nou is het groen licht. Mag je daar doorheen rijden? Dan gaat zo'n stuk van. Ja, we mogen door. Ja, en als deze Suzuki nog even doorrijdt, kunnen wij er lekker achteraan. Hij is niet zo zwift als hij denkt. Nee. En rechtdoor, we gaan er niet in af. Magrade. Net zoals die lesauto van laatst. Lesauto. Ja, mensen, even doorrijden. Goed zo, keurig. Wat voor auto's is dat? Droogste auto's? Ja, bijna wel. In Magrade. Yep. Handig om je licht even aan te zetten, meneer. Beetje Audi. Beetje Olympische Spelen. Is niet nodig. Kost ook wel extra energie. Kijk, IJsselmonden zijn we uit en we gaan Lombardije in en zo, weet ik veel. Lombardije? Ja, Lombardije. Wel ja, jongen. En hier heb je lijnbus. Buslijn of lijnbus? Vertel bus, het eens. Eerst staat er bus, dan staat er lijn. Ja. Dat is dus de lijn voor de bus. Ja, maar je hebt een snelheid en die kan je dan echt niet meer remmen. Want anders had je hem achterop je gehad. Ja, sorry, rechtdoor. Gewoon huis dat hij daarvoor nodig heeft. Ja. Mondkapjes buiten zou ik niet doen. Werkt niet echt, hè? Dag meneer. En daar sta je met je harde gerij. Met je langzame gerij. Hey. Ging even iemand invoegen. Ja, uitvoegen. Uitvoegen en invoegen. Afvoegen. Kick sales. Een fietshemel. Fietshemel. Yeah. Wauw. Als je fiets overlijden gaat, daar naartoe. Nee, dan gaat naar Leiden. Fietshemel. Wauw. Voor kapotte fietsen. Wauw. Fietshemel. Fietshemel. Zo. En toen hadden we weer goedkoop boodschappen gedaan. Dat is inderdaad een samenscholing. Yep. Maar oké, maakt niet uit. Zo. We hebben weer, dus inderdaad, wat ik al zei, even wat inkoopjes gedaan. En bij voedselcentrum Isaac en de Schittering aan de Kreekplein en aan de Vinkenbaan, een nummerootje 73. Ja, je kunt ze herkennen aan de mooie grote logo. Ik zal hem er even bij doen. En ja, ik zou zeggen, ga er eens een keertje naartoe als je in de buurt bent. Ja, ze kennen ons allemaal zo wat daar, dus dat scheelt weer. Ja. En nou gaan we dus weer richting Toehausen. En daarna gaan we weer snel op Pleiten Jos. Ja. Weer even naar
Ja. Naar een verjaardag. Ja. 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 Hier een jaartje ouder. Ja. Alleen wanneer we naar een verjaardag gaan, en dat zeg ik niet. Maar we gaan wel eens een keer naar een verjaardag. Maar of het vandaag is, weet ik niet. Maar we gaan wel weg. Wat ben je allemaal aan het doen iedere keer? Jeetje, ik zal het even filmen. Deze auto, die is iedere keer dit aan het doen. Ja, opletten. Ziet er zo raar uit. Blijf er dan wat meer achter zitten. Als je er zo dicht bovenop gaat zitten. Doe jij nog niet eens. Ja, niks hè? Ja. Yep, en door. Doe je voordeel ermee. En dat doe je hartstikke mooi. Fietsertje. Heel start. Autotje. Tototje zeg je toch dat? Tototje. Ja. En nou zitten we weer achter deze. Yep. En dan gelijk weer links. Voorsorterend. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Dat is waardevol, hè. Wauw. Zeker, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar hij staat hier ook weer vast, dat weet ik. Maar... En door te trappen, jongens. Kom op, rijden. Kom. Ja, rijden, nu. Lekker met z'n allen. Raar mooi. Wat zijn je aan het doen? En vroeger wist je dat niet. Toen was het alweer lekker zondag 22 november 2020. En ik zie er niet uit. Ik weet het. Ik zie er ook helemaal niet uit. Maar we zijn dus nu, zoals jullie zien, in de lokale parkeergarage. Ook handig. Ja. Dus ik moet sowieso even een oplaadkabeltje hebben. Want die andere die is een beetje raar aan het doen. Want er zit waarschijnlijk een breuk in. Dus ik moet even bij de AC kijken. En ik moet even naar de telefoonwinkel zeggen dat ik dus mijn tablethoes, die ik nu heb, die camouflage, wil ik dus ook onder mijn nieuwe telefoon hebben. In plaats die, maar dan wel met allemaal insteekdingetjes. Dus dat moet ik ook eventjes even zo vast aangeven, want ik kan volgende maand een nieuwe telefoon halen. Maar we gaan eerst even hiernaast. En ik heb jouw hulp deze week nodig, maar ik zal het even zonder even daar laten zien, even op de brug. Ja, nou, en waar ik weer op zit, dat is gewoon weer lekker bigo. En ik ben even mijn vlogs even aan het editen en ik ben moe. Maar dat kunnen jullie wel allemaal zien. Maar Roos is eventjes naar zijn ouders. Ik weet niet hoe laat hij terugkomt, maar we gaan lekker even eten strakjes. En ik moet sowieso mijn uurtjes maken op bigo. Ja! En ik zie er niet uit, want mijn haar is zo vet. Als ik weet niet wat. Heb ze wat over mij te zeggen, dat doet zij het nu ook. Ja, foei. Kijk, maar dit is wel een leuke kapsel, toch? Ja, dit is een grappig kapsel. Ja, voor carnaval, niet voor nu. Nee, is voor nu zo leuk. Maar ja, mijn haar dat ziet er niet uit, maar ik zie er wel uit. Alleen mijn haar is zo plat als ik weet niet wat, als een vogelnestje. Kan dit er dan mee door, ja. Als een vogelnestje, wauw. Is leuk, man. Als een vogelnestje, ja. Maar ja, ik weet niet wat ik ermee heb vandaag met mijn haar, maar het wil niet zitten zoals ik het wil, want het is vet. Eeuw, wauw. En ik ben gisteren nog onder een douche geweest. Ja, voor jullie informatie, ja. Dus straks maar weer even onder een shower of zo. Ik weet het niet, geen idee wat ik ga doen. Maar ik wacht sowieso even lekker op Roo. Maar eerst ga ik even nog lekker even een vlog. Ja. Ja, lieve vrienden, familie, kennissen, gewoon iedereen die gezellig kijkt op mijn YouTube-kanaal. Want ik ben aardig groeiende. Nog een paar en dan heb ik alweer 440 abonnees. Ja, daar wil ik jullie gewoon heel hartelijk voor bedanken. En jullie vertrouwen in mijn vlogs. Ja.
Maar het is zondag, het is al 9:50 in de avond. Ja, van 22 november 2020. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Gezellig met jullie. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En laat een leuke reactie achter. Ja, dat zou ik onwijs leuk vinden. En doe het belletje aan, dan blijf jij zeker op de hoogte. Dank jullie wel. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei, tot morgen.